Vorige aflevering hadden wij onze basis beveiligd met allemaal turrets, lava en andere afweermechanismes. Vandaag gaan we kijken hoeveel we nou aankunnen. En dan heb ik het niet over een paar monsters. Nee, ik heb het over duizenden monsters. Gaat onze basis dit aankunnen? Je ziet het vandaag. Ja, je hoorde het goed. We gaan vandaag testen hoe goed onze beveiliging hier rond ons huis is. Want als het goed is het best wel heel erg sterk. We hebben namelijk hele goede machines hier staan. En ik zal voor de nieuwe kijkers even laten zien wat die machines doen. Ik pak hier een zombie spawn egg. Ik zet de zombie. Zal ik die naast Maisha neerzetten? Nee. Ja, daar staat hij. En bam! De machine heeft hem alweer neer. Nice. Nou, daar blijf ik naast staan. Ja, maar doe je dat ook als er straks duizenden zombies hier staan? Ga jij die hier nu inspannen? Ik niet, maar wel deze spawn points hier aan de zijkant. Je ziet de beacons. Nu staan ze op geel, maar wanneer ze op rood staan, komen de monsters uit. En we hebben een paar waves om te testen hoe goed dit werkt. En elke wave komen er meer zombies of andere monsters. Oh nee, toch niet weer zo'n gigantisch grote die we in de lucht hebben. Kleine flashback naar toen Maisha de grond in werd gesmashed door een mutant zombie. Ik weet het niet, maar... Zag je dat idee? Hij pakte je. Hij gooide me gewoon omhoog. Ja, dat was een leuk moment. Nou ja, nu gaan we dus heel ook leuk, rustig... Heel leuk. We gaan rustiger beginnen en dan komen we straks dus ook met duizenden monsters hier op ons strijdveld. Laten we eerst even onze gear uittrekken, want vorige keer was hij ook helemaal kapot gegaan. Oh, dat is een hele goeie. Maar ik zit al te denken, ja. We gaan het nu proberen en kijken hoe goed het allemaal werkt. Maar wat nou als het niet goed werkt? Ja, daar heb ik niet over nagedacht eigenlijk. Oh nee. We hebben ook potions of fire, zodat wij in ieder geval niet zelf in één keer neergaan. Door dat de vuur is wel op de grond. Een hele handige. Ja, toch? Ik dacht, die heb ik speciaal eventjes voor jou gemaakt. Dank je wel. En een totem. Helemaal top. Ja, toch? Wat kan er fout gaan? Ga jij op de button klikken voor de eerste wave? Dit wordt een makkie, hoor. Een makkie? Wacht, hebben we wel... Heb jij alles bij je? Ik heb een zwaard, maar dat is het ook wel. Ja, alles hebben we nodig. Ik bedoel, we hebben hier lava, verdediging, we hebben de machines staan. Die moeten uiteindelijk het werk gaan doen, toch? Dat is waar. Wanneer nemen we de potion? Ja, die kan nu wel. En dan druk je daar op de button. Neem er weer eentje? Ja. Oké, gaan we dat doen. 3, 2, 1. Alright. En dan klikken gaat de eerste. Oh, wave 1 van de 5. Oh, kijk. Daar is het rood. Dus daar komen ze. Oké. Oh ja, daar zijn ze. Oh, ze lopen behendig langs de cactus. Let's go. De eerste machine heeft er één neer. Hey, de turret pakt hem. Ah ja, deze wave is wel goed te doen hoor. Moeten we ook een beetje helpen of gaan we echt alles laten doen door de machines? Nou, ik ben dus eerst benieuwd wat de machines kunnen. Want je merkt, nu komen ze al dichterbij, hè? Ja. En dit zijn nog maar een paar beesten. Gaan ze eigenlijk om de lava heen? Of? Ik denk het wel. Oh, kijk, zie je, hij is nu al hier bij mij. Oh, dit moeten we doortrekken. Dit moeten we doortrekken. Kijk, dit gaat niet goed. Moet je kijken, niet... Wacht even, als dit al... Ik had gedacht dat dit makkelijk zou lukken. Uh-oh. Dit wordt wel een probleempje. Dit wordt zeker een probleempje. Zullen we dit hier snel... Hoe is dit wave 1? Wave 5 wordt echt... Veel. Dit had ik echt niet verwacht. Nu is het echt zo'n bruggetje. Dan kunnen ze maar door één ding. Kijk, dit is nice. Oké, dan gooien ze van dat bruggetje af. Oh, sorry. Nou. Oké, dit zijn de laatste. Oké. Dat scheelt. Oké, dit is nu al eigenlijk... Ik had verwacht dat de machine alles makkelijk zou pakken. Dat was niet zo. Nou, we kunnen nu gelukkig ook nog... Hé, eentje heeft een potato gedropt. Dat zal Bob leuk vinden. Ja, een aanpassing maken. Ja, precies. We hebben nu eventjes de tijd. Ja, dat is een goeie. Wat was er nodig? Nou, eigenlijk nog een turret zou ik zeggen. Au. Zou ik zeggen hier. Toch? Tegen jou. Want je merkt dat ze via deze weg lopen. Ik denk misschien omdat hier lava staat. Dus zullen we deze turret iets meer naar links plaatsen? Ja, dat vind ik een hele goeie. En ik heb er ook nog één. Zullen we die hier een beetje voor ons huis neerzetten? Als een soort van laatste... Kijk, doe ik hem hier. Zo. Hier bij het bruggetje. Want hier kwamen ze ineens allemaal... Ja, dat is waar. Ja. Doen hem hier. Oké. Top, ja, want hier heb je ook een knelpunt. Ik denk dat dat een hele goeie is. Weet je waar tijd voor is trouwens? Nee. Wave nummer 2, hou je vast! No. Oké, het is nu daar rood. Oh nee, skeletons. Skeletons? Ze hebben wel zwaarden. Maar ze zijn wel snel. Ze zijn heel snel. Waarom zijn ze zo snel? Oké, achter deze machine. Ja. Ze zijn snel!
Oké, ze zijn zich aan het ophopen. Ze blijven komen, ja. Oké, als ik aan deze kant sta... Ik ga ze even ophalen. Hallo! Hallo, skeletons! Kom maar hierheen! Zo, ze zijn echt heel snel. Wow, ze zijn snel! Wee! Kom op, turret! Turret! Oh. Ja, turret, het gaat turret. Goed! Oké, dit is goed te doen. Dit is al een betere setup, vind je niet? Ja, vind ik ook. Voor deze kant in ieder geval wel. Zo, nou, we krijgen flink wat boomiel. Ja, het kan wel zo zijn dat ze straks van beide kanten gaan spawnen. Oké, ik haal de laatste nog even op. Oh, tegelijkertijd? Ja. Oh. Dus het wordt sowieso moeilijker per wave, hè? Dus dit is nog steeds maar begin, maar ik ben dan de helft van mijn levens kwijt. Uh-oh. Waarom doen ze zoveel damage? Oh, ik zit vast in de cactus. Let's go. Nou, ze zijn volgens mij wel ietsje sterker ook dan normale skeletons. Dat idee heb ik ook wel. Ik ga even die andere hier ophalen. Er zijn hier nog een paar. Ik eet lekker wat chocola. Zo. Oh, hier zijn nog een paar. Hier zijn er nog 3, volgens mij. Hupsakee. Weet je waar ik ook nog aan zat te denken, trouwens? Dat we eigenlijk op dit stukje waar je overheen kan wandelen, kunnen we ook honing neerzetten, want dan loop je slomer. Nou, zal ik jou iets laten zien? Laat mij eens even wat zien. Ik weet niet of het je is opgevallen, maar ik heb hier alles opgeruimd. Oh, beneden! Ja, nou nee, ja, hier ook. Ik heb hier allemaal chests stonden hier midden op het veld. Ik vond het al zo leeg. Ja, nu ineens wel. Ongezellig. Nee, ik heb hier de item chest voor me weer een beetje gevuld. Oh, kijk, overal item frames. Precies, we weten weer een beetje waar alles is. Maar ik ben dus ook honing tegengekomen in een flesje. Ja, maar we hebben een blok nodig. Oh, dat heb ik niet helaas. Ik weet niet, volgens mij is het echt helemaal bij Bob. Dat is wel een eind verderop. We hebben honing in de boomhut. Ja? We hebben daar die bijenkorf. Nou, we kunnen heel even kijken of daar iets zit. Maar volgens mij kunnen we dan niet genoeg... Trouwens. Ja, maar we kunnen niet genoeg honing voor een blok. Laten we dat voor later doen. Het is in ieder geval wel een goede om te onthouden. Precies. Wat eventueel nodig is. Ben je klaar voor wave nummer 3? We gaan starten! Oké. Waar komt daar die? Rechts. Oh nee, rechts? Dit zijn die... Oh, zijn dit die casters? Hallo? Huh? Hallo! Wie zijn dit? Dit zijn die... of niet? Oh nee, ze casten nu niet. Oh, we krijgen emeralds! Oeh, dat is wel nice. Oh jee, ze zijn boos. Ik haal ze op, ik heb een treintje! Dit zijn er veel! Kom mee! Oh, ze gaan gewoon hier overheen! Oh joh! Oh, stop! Oh joh! Ze hebben... Oh, hier rechts zijn ze ook nog. Oh... Yo. Oké, deze hebben gewoon iets... Oh, ze spannen nu links. Ze spannen nu ook links. Oeh, dat is niet goed. Ik haal deze, want anders wordt het een te grote groep. We moeten die groepen zo snel mogelijk klein krijgen. Ja, mee eens. Oh, deze turret pakt ze hier rechts. Oké, dat is top. Auw. Oeh, jee. Ze komen echt wel ver. Ze komen ver. Ze komen vet ver. Ze komen echt op je afgerend met die handjes naar voren. Echt? Zo... Komen je pakken. Oh nee, er zijn er heel veel hier opgehoopt. Oh. Oh kijk, ze springen gewoon erin. Ah, ze springen erin. Oh jee, oh dit is geen goede plek voor mij. Oh, ik ben er ook in gesprongen. Oh, in de dit lava. Is geen goede plek. Ik moet in zwembad. Ah, die focus. Oh, ik ben weer in... Oh, dit is echt niet goed. Dit zijn vindicators trouwens. Vindicator? Oeh. Ik weet het verschil ook niet. Nou ja, normaal hebben ze natuurlijk wel... dingen bij zich. Ik moet wel mijn fire resistance veranderen. Oef. Maar? Nou ja, we hebben nog maar een paar seconden erop. Dus voordat ik straks in de lava val... Dat is ook een hele deze. Goeie. Ik ben net in het water. Nou, dat is geen water, schatje. Ik bedoel... dat is geen water. Ik moet zeggen, dit gaat ons goed af. Jawel, hè? Tot nu toe. Nou... Totdat ik hier in de lava viel. Maar dat is mijn eigen onhandigheid. Zullen wij trouwens nu voordat we wave 4 starten... Want die zal ook wel eventjes pittig gaan worden... Nog even iemand op de Hall of Fame zetten. Oh, dat vind ik een hele goeie. Want natuurlijk, we waren helemaal niet op het eiland. Dus dan hadden we het niet kunnen doen. Precies, we zijn eindelijk weer eventjes thuis. We zijn er weer. Nou, weet je wie heeft gewonnen? Vertel eens eventjes. Tirza! Tirza, gefeliciteerd! Ze zegt, superleuk. Mag ik op de Hall of Fame? Jullie zijn zo cool. En wij vinden jullie ook cool dat jullie kijken. En laten we trouwens een keer kijken of we met z'n allen 10.000 duimpjes kunnen halen. Smash dat duimpje omhoog. En laat het even weten in de comments dat je een like hebt gegeven. Ja, inderdaad. Voor de volgende Hall of Fame. Gaan we kijken voor de Hall of Fame, inderdaad. Prachtig plekje. En dan zetten we haar op de Hall of Fame. Oh!
Trouwens, ja? We hebben nu ook een hele grote chest, heb ik zeg maar samengesteld. Okay. Aan kleurtjes. Dus ik weet niet of je voor Teerza een kleurtje wil uitkiezen. Ja, zeker weten. Hier is de... Oh ja, en ze vond het cool. Dus we moeten een coole kleur hebben. Wat is nou een coole kleur? Ik vind paars vind ik wel cool. Paars? Ja, dat vind ik wel vet. Want ik moest denken aan cool en dan blauw. Want blauw is een beetje dat ijskleur. Is waar. En dat koud. Maar ik moest denken aan de magie survivor. De paarse magie. Dat... Die is ook heel cool. Ja, zeker. Hupsakee. Krijg je mooie paarse. Leuk. Nou, gefeliciteerd. Ingesproken trouwens. We gaan natuurlijk deze zondag komt er weer een Dodo Club nieuwsbrief online. En we hebben echt een hele toffe video die we daarvoor hebben opgenomen. Dat is met de nieuwe Sonic map. Die echt bizar is gemaakt. Dus ik raad je zeker aan om aanstaande zondag je Dodo nieuwsbrief in de gaten te houden. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, wat uiteraard gratis is, dan kan dat gewoon op woutershop.nl. Kan je daar je e-mail toevoegen. En dan krijg je elke week een extra video in je e-mail. Of iets anders. Of iets anders. Nee, je weet het nooit. Ben je klaar voor wave nummer 4? Laten we dat doen. Let's do it. Ik ben benieuwd wat er nu uitkomt. Oh, daar is het. Oh, Wither Skeletons. Oké, we moeten ze nu alvast eruit halen. Zo. Ja. Oh, ze doen natuurlijk Wither. Dit is heel naar. Je mag niet geraakt worden door ze, hoor. Nee, moet je verder vanaf blijven? Nou, ik ben nu al flink wat levens kwijt. Dan kan ik dat al helemaal niet. Oké. Ze komen erg dichtbij. Ja, het zijn er heel veel. Ik probeer ze dus nu alvast hier te krijgen. Want anders blijven ze maar opstapelen. Oh jee. Ik heb geen potion genomen. Je kan ook heel slecht zien hoeveel hartjes je nou daadwerkelijk hebt. Ja. Oh, wacht. Ze spannen hier rechts ook. Ze komen ook via de zijkant. Oh no. Oh, dit zijn er veel. Hoe gaan we dat doen? Oh, hier. Eentje is aan het zwemmen. Ze kunnen tegen lava. Dat is onhandig. Ja. Waarom kunnen ze tegen lava? Ik denk omdat ze in de Nether wonen. Jeetje. Oh, dit zijn er zoveel. Eten. Ik ben heel flink wat eten. Levens kwijt. Ik ga hier echt weg. Ik ga hier ook eten. Hoi. Oef. Oké, zijn nog er maar er half. Nog veel? Dit zijn hier. Er echt heel veel. Yep. Ik ga ze meelokken. Oké. Okay. Hier, snel naar huis. Oh, joh. Ja, kijk, ze gaan hier gewoon doorheen. Hè? Oké, daar hebben we niet aan gedacht. Nee. Ik had ook niet verwacht dat er een beest zou zijn wat daar doorheen zou kunnen. Echt? Oh, hebben we trouwens cobwebs, of niet? Ja, die heb ik gevonden. Oh, laten we die neerzetten. Kijken of dat werkt. Dat is een hele goeie. Oh, dat is echt een hele goeie. Oké. Dit is wel echt goed voor testen, hè? Dit is wel echt... We komen wel nu achter dingetjes. Zeker. We hebben er 7, dus daar moeten we wel even goed over nadenken waar die moeten. Nou, ik ga hier de laatste Wither Skeletons nog pakken. Het scheelt dat ze allemaal niet zo agressief zijn. Wacht, ik kom je helpen. Auw. Pak ze gewoon van achter, want ze zit op jou gefocust. Ja, precies. Hoppatee. Kom hier. Aanvaller. Aanvallen. Oh, auw, cactus. Die turrets die zijn toch wel iets fijner dan... Oké, eten, we made eten. It. Let's go. Let's go. Oké, ik heb er 7. Laten we er sowieso... Ik denk voor de brug hier, of niet? Ja, daar moet sowieso eentje. Maar daar moeten we zelf ook lopen. Want maar wij kunnen er overheen springen. Dus hier? Ja. En dan denk ik eigenlijk... Hier vind ik ook nog wel dat we er 3 kunnen hebben, toch? Zo? Ja. En misschien hier nog? Ik weet het niet. Misschien gewoon eentje daar, ja. Want ze pakken denk ik wel de binnenroute. En dan hebben we er nog 2. Ga jij anders eventjes kijken welke hoekjes je denkt dat ze het meeste langskomen? En dan vertel ik nog eventjes over een leuk nieuw feitje. Wat misschien mensen die heel goed opletten al zagen. En dat is namelijk dat we een heel tof nieuw design hebben van Jeb en Lily. Ik laat hier even een close-up zien van de hoodie. Hier zie je dat Jeb en Lily op een totempaal zitten. Of tenminste, ze maken zelf een totempaal. En dit is natuurlijk een beetje een referentie naar... En ik zal het even weer in game laten zien. Naar deze totempalen die ons geluk geven van het blauwe eiland. En dat niet alleen. We hebben op de hoodie ook, ja, een hele toffe print op de arm. Ja, hoe vet dat is hebben we nooit eerder gehad. Nee, dit is de eerste keer dat we dat doen. En ik vind het echt super tof eruit zien. Ik ook.
Dus die zijn vanaf nu, bam, hier zie je de hoodie. En ik zal ook nog even de t-shirt laten zien. Die zijn dus vanaf nu te verkrijgen op woutershop.nl. Dus check ze als je hem wil. En hopelijk geven ze net zoals in-game deze totempalen jullie ook een beetje geluk in wat je aan het doen bent. Misschien ben je Minecraft aan het spelen, geven ze daar een beetje extra geluk. Of misschien ben je tanden aan het poetsen. Meer tandenpoetsgeluk. Of tijdens het gamen natuurlijk. Als precies. Je Minecraft aan het spelen bent. Ik kan wel wat geluk gebruiken. Nou, ik ook. En daarom heb ik hem aan voor de laatste wave. Waar ga je ze neerzetten? Ik twijfel om ze hier zo op het dirt neer... Of op het zand neer te zetten. Nee. Nou ja, laten we het proberen. Ik bedoel, dit is toch allemaal experimenteren. Ja, dat lijkt me een hele goeie. Ik hoop dat dit een goede plek is. Alright, ben je dan klaar voor wave nummer 5? Nee, maar laten we gewoon doen. Dat valt wel. Als we dit overleven, dan zit het wel snor. Dan jawel, moet dit, ja, maar tot nu toe doet het systeem het echt wel heel goed. Nou, ik had op een gegeven moment... Toen kwamen die Witherskulls, die kwamen dus hier. Via deze zijkant liepen ze hier op het zwembad. Waren ze ineens hier bij mij. Oké, ja. Ja. Dat is een zwak puntje hier. Daar moeten we misschien ook nog even naar kijken. Ik denk dat we die ietsje langer moeten maken qua lava. Dan is het beter beveiligd. Alright, nou laten we voor nu gewoon kijken wat de laatste wave doet. We starten in 3, 2, 1, let's go! Laatste wave is gestart. Oh, ze zijn beide rood. Oké, ik haal vast links op. Oh, kijk wat veel. Doe jij rechts? Ze komen al meteen, ik hoef ze niet eens op te halen. Oh, dat is... Oh, die komen van die beesten. Van die... Welke beesten? Nee. Oh! Huh? Oh, wow, yo. Ik kom toch uit zo'n raid ik krijg veel te veel damage. Ik neem Golden Apple. Kom naar binnen, kom naar binnen. Oké, dit had ik niet verwacht. Wow, maar dit zijn er echt meer dan 100. Dit zijn er duizenden. Oh, kijk hoeveel er zijn. Niet, oh nee, je zit in het... Oké, ik haal de kop even weg. Ik heb het weg. Oké. Ik heb het voor je weggehaald. Oh, maar dat is wel een goede plek. Kan je weer terugzetten? Nee, het is kapot. Oh nee. Heb jij nog een kop? Het was in de cactus. Nee, helaas niet. Wow. Oh. Oh, dit zijn er zoveel. Oh, dit is echt niet normaal. Oh, jee. Oh, ze komen ook via het zwembad. Help, help. Oké. Oh, dit zijn er veel. Help. Ik zit vast. Oh, nee. Ik ren via deze kant, want ze focussen jou. Ze focussen jou. Maar bescherm je. Oh my god, dit is niet normaal. Dit gaat niet goed. Ik ga weg. Ik ga dood. Nee, niet doen. Ik kom je helpen. Ik val het grote beest aan. Oh, ik ben los. Oké. Oké. Ik ga hier weg. Oh, dit was zo verschrikkelijk. Wat gebeurde daar? Nee, joh. Wow. Oh my god. Dames en heren, wat een mega chaos. Ik kan zeggen dat het soort van geslaagd is, denk we ik. We moeten nog meer cobwebs hebben. Dan komt het denk ik goed. Nog meer cobwebs en dan komt het goed. We moeten het lava nog wat aanpassen. Maar één ding was zeker, dit was een goede test. Want ik verwacht niet zoveel piraten voor onze deur. Laten we hopen van niet, zeg. En nou helemaal niet van die grote koeienbeesten. Waarom kwamen die opeens erbij? Dames en heren, ik hoop dat jullie het weer tof vonden. Smijs dan dat duimpje omhoog. Check dus de hoodie en de t-shirt van de Totempaal in woutershop.nl. Bestel ze voordat ze op zijn. En wij zien jullie volgende keer bij een nieuwe video. Tot dan, mensen! Doei! Ciao!